Op het gebied van televisie is 8K helemaal hot and happening. 7680 bij 4320 pixels. Superscherp dus. Onder meer Samsung zet daar volop in met de Q950R-serie die je achter me ziet. Daar is deze week een 55-inch model aan toegevoegd. TCL komt met de complete serie 8K televisies naar Europa. We staan uit verschillende schermformaten en gebruikmakend van de QLED LCD LED techniek, wat we natuurlijk kennen van Samsung. Televisies worden voorzien van een Onkyo audiosysteem. Op het gebied van 8K vindt Sharp dat het niet groot genoeg kan. Dat bedrijf brengt 's werelds grootste 8K televisie naar Berlijn. Model achter mij, 120 inch groot en het moet lijken alsof je via een raam naar buiten kijkt. LG combineert de 8K-resolutie met de OLED-techniek. Model achter me, 88 inch. Een hoge resolutie is natuurlijk heel leuk en voor heel veel mensen ook heel belangrijk. Maar het wordt ook steeds belangrijker hoe de televisie eruit ziet. Het moet onderdeel van je interieur worden, passen bij je meubels, bij je kleuren. Onder meer Samsung zet daar volop in met deze serif-televisie. Het is een apart design, wat we eigenlijk op het gebied van televisie niet eerder gezien hebben en komt in verschillende kleuren. Waardoor de televisie echt onderdeel moet worden van je interieur en niet gewoon een zwart vlak aan de televisie of op een kast. Of een televisie in je huiskamer past en bij het interieur past, heeft niet alleen te maken met het vierkante scherm wat je ziet. Het heeft ook te maken met de voet en als je er een audiosysteem bij wilt met de soundbar. Vestel heeft daar deze oplossing voor met een houten voet waarin ook de soundbar verwerkt zit. Een andere manier om de televisie in je huiskamer en je interieur te verwerken is simpelweg hem oprollen in een kast. Dat is wat LG doet met de Signature Rollable OLED televisie. Je rolt hem op in een kast waar ook het audiosysteem in verwerkt zit. Panasonic heeft een andere manier gevonden om de televisie te laten blenden met je interieur en je woonkamer. Dat doen ze door een houten frame te voorzien van een transparant OLED-scherm. Staat je televisie aan, dan zie je een normaal televisiescherm. Staat je televisie uit, dan is het transparant en zie je de producten die achter je televisie staan. Tijdens beurzen haalt LG altijd alles uit de kast om het beste van zichzelf te laten zien. Hier doen ze dat met een serie gebogen OLED-panelen. De Massive Curve of Nature noemen ze het. Hoe de televisie van de toekomst er precies uit gaat zien, dat weten we niet. Maar op IFA wordt het in ieder geval duidelijk dat alle fabrikanten hun uiterste best doen om de televisie echt te laten integreren in de leefruimte.